Dag beste kijker en welkom in een nieuwe aflevering van Denderland Boekenland. En alweer een heel bijzondere, want vandaag hebben we een van ons lands grootste, belangrijkste illustratoren, namelijk Gerda den Dove. En ze is hier vandaag de gast, omdat er een werkelijk ja, fantastisch en overrompelend boek van haar verschenen is. En dat is dit boek, Clarice Lispector, Het raadsel van het denkende konijn en andere verhalen, met prachtige vertalingen door Arthur Japin en Benjamin Moser. En met natuurlijk tekeningen van Gerda. Ik heb het al gezegd, ik ben in de eerste plaats enorm dankbaar, Gerda. Dankbaar voor deze overrompelende lees- en kijkervaring. Een unieke belevenis, moet ik zeggen. En tegelijk ben ik diep beschaamd. En ik moet het bekennen, ik kende Clarice Lispector niet. En ik ben nogthans een literatuurwetenschapper. Dus ik voel me heel diep beschaamd, want zij is werkelijk een van de grand dames van de Zuid-Amerikaanse literatuur. Kan je haar misschien, want misschien zijn er toch nog kijkers die haar ook niet echt goed kennen, kan je haar even toch kort situeren, Clarice Lispector? Wel, ze is geboren... Het is eigenlijk een Oekraïense die met haar ouders uitgeweken is naar Brazilië, naar Zuid-Amerika. En dus vooral in het Portugees heeft gepubliceerd. En ze is geboren op 10 december 1920. En dat is ook de reden waarom ze nu een beetje gevierd wordt natuurlijk. Hè. 100 jaar geleden is ze geboren. En in de jaren 70 was ze eigenlijk heel erg bekend omwille van haar romans, dus romans voor volwassenen. En daar zijn wel de boeken van vertaald geworden, ook in het Nederlands. Ze is dan een beetje weggedeemsterd, denk ik ook hier bij ons. Tot een paar jaar geleden zijn die boeken terug opgepikt. Dus de vertalingen in het Nederlands zijn terug opgepikt hier, in het Nederlands taalgebied dus. Hè. Maar de kinderboeken zijn eigenlijk onbekend gebleven. Dus ze heeft een vijftal, niet zo heel veel, een vijftal verhalen geschreven voor kinderen. Maar die zijn tot nu, tot dit jaar, nooit vertaald geweest in het Nederlands. Wel in het Engels en misschien in een aantal andere talen, maar niet in het Nederlands. Nu, ik kende Clarice Lispector wel op een heel ongebruikelijke manier, omdat ik denk zelfs 5 jaar of langer geleden was ik getipt geweest door iemand die zei van je moet eens Lispector lezen, want ik denk de manier waarop jij schrijft, dus ik schrijf hè, korte verhalen meestal, doen mij een beetje denken aan het universum van Lispector. En zo heb ik haar leren kennen, want net zoals jij zegt, hè, kende ik haar eigenlijk ook niet. En toen ben ik de romans beginnen lezen, of een aantal romans, en ook een aantal kortverhalen van haar. Het is een heel bevreemdend universum. En ik heb zo'n beetje het gevoel, het heeft iets Zuid-Amerikaans. Maar ook in combinatie met het Russische. Het Russische van haar roots. En ik ben een hele grote fan van Russische literatuur, omdat de absurditeiten en de manier van kijken naar de wereld door Russische auteurs iets is wat mij enorm fascineert. En misschien ook ja, Braziliaanse dingen, waarschijnlijk ook, daar ben ik iets minder mee vertrouwd. Dus ik was ontzettend opgetogen toen mijn uitgeefster mij 2 jaar geleden ondertussen vroeg om de korte verhalen voor kinderen van Lispector te illustreren. In een fantastische vertaling natuurlijk van Japin en Benjamin Moser. Ja. Absoluut, ja. Ze wordt ook heel vaak in die Jiddische of Joodse traditie geplaatst van Kafka enzovoort. En ik denk dat inderdaad, wat je zegt, die vreemde mix van Zuid-Amerikaanse invloeden, Russische en Jiddische invloeden samen maken een heel bevreemdend universum. Je hebt dat zelf al gezegd, maar misschien moet je ons even meetrekken in dat universum en een klein stukje brengen. Zie je dat zitten? Ja, dat wil ik doen. Het is, ik zal eens kijken hè, wat er... Ja, oké. Okay. Ik vind de titel is eigenlijk ook al geestig. Het raadsel van het denkende konijn. En eigenlijk zegt dat meteen ook al... Ja, het toont eigenlijk ook die bevreemding of dat de bevreemdende van haar manier van naar de wereld te kijken ook al goed aan. Hè? Een denkend konijn, wie spreekt nu over een denkend konijn? Ja,
Lee Spector. En tegelijkertijd is dat ook niet zo vreemd, want het denken is niet voorbehouden aan de mensen. Hè? Dieren denken ook. En het raadsel van het denkende konijn, dus het is ook iets wat wij eigenlijk niet begrijpen. En ze omschrijft het ook als een detectieve verhaal voor kinderen, wat het eigenlijk ook is. In het kort komt het erop neer... het is de titel ook van een van de verhalen, komt het erop neer dat Lee Spector zich afvraagt waarom een konijn om te beginnen voortdurend met zijn neus beweegt, hè, met die snuit beweegt, dat is één. Dus het, volgens haar is dat omdat hij voortdurend aan het denken is. En het raadsel komt daarop neer dat het konijn wat ze heeft voor haar kinderen gekocht, en dat zit in een kooi en die kooi staat op het gras, en dat konijn krijgt eten, maar het slaagt er toch in om te ontsnappen. En ze weten echt niet hoe dat komt, want er is geen enkele manier, het kan het deksel niet optillen, er is geen enkele manier waarop het kan ontsnappen, en toch ontsnapt het konijn. Waardoor dat zij denkt, ja, waarschijnlijk is hij voortdurend van die plannetjes aan het smeden die wij niet kennen. En ja, die neus, dat zal de reden zijn waarom dat hij voortdurend met die snuit aan het bewegen is. Want dan heeft hij weer een fantastisch plan om te kunnen ontsnappen. Dus het begint zo. Ze spreekt haar kinderen toe. Een van haar kinderen heet Paolo. Vooruit, Paolo. Je raadt nooit wat er met dat konijn gebeurde. Als je denkt dat hij begon te praten, dan heb je het mis. Hij heeft in zijn hele leven geen woord gezegd. Als je denkt dat hij anders was dan andere konijnen, heb je het mis. Om eerlijk te zijn, was hij niet meer dan een gewoon konijn. Het enige wat je eventueel over hem zou kunnen zeggen, is dat hij een erg wit konijn was. Om al deze redenen had niemand ooit kunnen denken dat hij wel eens gedachten had. Let op, ik zeg niet veel gedachten, ik zeg alleen wel eens. Nou, er was zelfs geen mens die geloofde dat hij wel eens gedachten zou kunnen hebben. Nog eventjes, hè, ga door. Wat dit konijn zo bijzonder maakte, geldt ook als bijzonder voor ieder ander konijn op de wereld. Hij dacht namelijk sommige gedachten door middel van zijn neus. Hij dacht zijn gedachten door zijn neus heel snel heen en weer te bewegen. Hij rimpelde en ontrimpelde zijn neus zo vaak dat die altijd roze was. Voilà. Fantastisch, Gerda. Dankjewel. Ik vind het een heel eigenzinnige stijl, grillige stijl. Maar zou je het ook absurd noemen, of niet? Vind je het een absurde schriftuur? Soms muzikaal? Nee, ik vind het helemaal geen absurde schriftuur in die zin dat ze eigenlijk... Voor mij is het zelfs iets meer down to earth. Zij vraagt zich af, in de positie van de dieren, vraagt ze zich een aantal dingen af. Dus ze kruipt bij wijze van spreken in de huid van het konijn om te achterhalen waarom hij ontsnapt. Of ze kruipt in de huid van de hond. Ze heeft een hond en die komt haar verhalen vertellen. En bijvoorbeeld een van de verhalen, een verschrikkelijk verhaal, is twee honden die oorspronkelijk goede vrienden zijn. En op een bepaald moment komt... Dus ze wonen niet samen, die honden. Ze zijn buurhonden. Ze komen wel samen om uit dezelfde voedingsbak te eten. Maar op een bepaald moment komt de baas van een van die honden onverwacht binnen. En de buurhond die springt als een soort begroeting tegen die buurman op. Waardoor dat de hond van die buurman zich... Zijn baas meteen begint te beschermen en er ontstaat een enorm gevecht. En dat, dus hij kruipt in de honden zelf, in de redenering van die twee honden, kruipt ze zo helemaal van binnen en probeert ze te analyseren waarom dat die hond dat doet. En dat is eigenlijk zo slim. Ik heb dat nog nooit ergens gelezen, want bijvoorbeeld ik heb ook een hond en die doet dat ook. En je zou kunnen denken, ja, die valt aan of weet ik veel wat. Maar dat is eigenlijk een verdedigingsmechanisme.
Dus zij, dat is niet absurd wat zij schrijft. Het is gewoon bijna biologisch analyseren op een heel bevattelijke manier wat er in het hoofd van die hond zich afspeelt. Dus ja, en wat ze ook heel erg doet, dat is ook op een bijna kinderlijke manier, betrekt ze de lezer erbij. En de lezer, dat is het kind. Dus ze stelt de lezer vragen van, wat denk jij bijvoorbeeld dat de reden zou zijn waarom dat het konijn zijn neus beweegt? Wat denk jij dat de reden zou zijn waarom dat die goede vrienden van honden plots elkaar naar het leven staan? En dus als kind, als lezer, word je voortdurend geprikkeld om zelf verder te redeneren. Wat ik een heel... Ja, het is ook iets wat heel erg aansluit bij mijn manier van omgaan met kinderen en schrijven voor kinderen, is die kinderen au sérieux nemen, want die stellen zich ook die vragen. Dus ze gaat niet op haar knieën zitten, ze neemt die lezer voor vol aan. En dat zijn nu toevallig kinderen, dus ze vraagt zich af, ja, jullie kinderen, hoe voelt dat bij jullie eigenlijk? Wat is jullie redenering? Dus ze gaat niet op haar knieën zitten. Ze, bij wijze van spreken, zoals andere schrijvers misschien zeker vroeger deden, een broek afsteken, dat doet ze zeker niet. Ja, het zijn volwaardige lezers, die kinderen. Ja. En dat is ook zo. Daar moet ik nog iets over zeggen. Kinderen kunnen heel veel aan. Kinderen leven in dezelfde wereld als volwassenen. Die zien dingen op televisie, die zien dat er oorlog is, dat er geweld is. Die worden daarmee geconfronteerd. Ze leven niet in een kokon. En dan gaan kinderen zich vragen stellen. En dan moet je dat als volwassenen niet wegwimpelen. Maar dan moet je proberen op een volwassen manier daarover te praten. En op een bevattelijke manier, dus door je woordenschat te wikken en te wegen, maar niet door het ding uit de weg te gaan, niet door de problematiek uit de weg te gaan. En dat is je kinderen au sérieux nemen, je lezerspubliek au sérieux nemen. Ja, ja, dat vond ik zelf ook een soort revelatie. Ze laat enerzijds heel veel ongezegd, hè. Ze laat de kinderlijke lezer, zet ze constant aan het werk, mee aan het, in het denkproces, betrekt ze mee in het denkproces. En het merkwaardige is dat ze eigenlijk heel veel, dat er heel veel metamomenten zijn. Dat ze vertelt over het vertellen. Ik heb zo een paar voorbeelden opgeschreven. Nou, nu kunnen jullie even rust nemen. En dan is er ook daadwerkelijk in het boek zo'n halve witte pagina. Of laten we het ergens anders over hebben. Ik heb u verveeld, nu gaan we het ergens anders over hebben. En dat is heel bijzonder, vind ik, dat je dat verhaal constant vertraagt en onderbroken wordt. Ofzo. Mm-hmm. Maar wat ik daar ook aan koppelde, was bijna een soort mondelingen. Verteltraditie. Je hoort ze als het ware het verhaal vertellen. Dus is het eigenlijk ook geen ultiem voorleesboek? Het is een absoluut ultiem voorleesboek. En dat is ook iets wat ik ontzettend belangrijk vind. Als je een tekst schrijft, maar dat maakt voor mij eigenlijk niet uit of dat het dan voor kinderen is of voor volwassenen, dat moet goed bekken. Maar in het geval van kinderen, veel kinderen worden nog altijd voorgelezen tot op een bepaalde leeftijd. Eigenlijk zouden mensen heel hun leven moeten voorlezen, vind ik. Hè. En wat ik uit ervaring weet, als je voorleest aan kinderen, dan moet je heel vaak teksten hertalen voor die kinderen. Hè. Omdat of het vocabularium is te moeilijk, of de zinsconstructies zijn te ingewikkeld. Dus ik heb er ook voor mezelf altijd op gelet dat je van het blad, rechtstreeks van het blad, kunt lezen. Grote voorbeelden voor mij zijn daarin Joke van Leeuwen of Annie M. G. Schmidt. Dus je leest gewoon wat er op het blad staat. En dat doet zij ook. Je leest het gewoon voor zoals het er staat. Je moet als volwassene eigenlijk niet meer gaan werken. Alhoewel dat zij in haar inleiding toch ook de voorlezer eventjes toespreekt en wel zegt tegen de voorlezer: je zult zelf een beetje mee moeten werken, want ik geef geen volledige oplossingen voor een gesteld probleem. Dus het vraagt ook een investering van degene die voorleest. En dat vond ik ook wel geestig. Het is niet zomaar oké, een boekje en we lezen dat hiervoor. Nee, de betrokkenheid is zowel voor de voorlezer daar als voor degene aan wie er voorgelezen wordt. Of degene die leest, ja.
Ja, ik had in die zin... stond er een prachtige quote ook in het boek. Jongens en meisjes begrijpen konijnen beter dan vaders en moeders. En het gaat dan echt over het ernstig nemen van kinderen als individuen die misschien veel meer openheid hebben dan wij volwassenen met onze rigide denkrasters, waarin heel weinig ruimte is voor onlogische feiten of voor spanningen of zo. Ik weet het niet. Maar dat is iets... Ja, dat is ook mijn dadan natuurlijk, omdat... dat is het fascinerende bij kinderen. Als je terugdenkt aan jezelf toen je kind was, dat is ook iets waarvan ik vind, dat mag je nooit vergeten. Je moet altijd blijven denken van, hoe was dat voor mij toen ik kind was? Dan begrijp je dat ook veel beter. Ik zeg dat ook altijd aan toekomstige leerkrachten. Vergeet nooit dat je zelf een kind was. En dat je voor heel veel dingen voor het eerst zag en dat je je verbaasde over al die dingen, want het was zo nieuw. En dat is wat jij noemt het rigide kader waarbinnen volwassenen denken, heeft vooral te maken met het feit, been there, done that. En je komt niet meer verder, want je kent die dingen al. En een kind tilt een steen op en daar krioelen van die pissebedden onder. En dan vraagt hij zich af, en hoe komt dat? En dat is een fascinerende wereld. Wat wij doen, als we een steen optillen en er zitten pissebedden onder, dan pakken wij meteen een veegborstel om die weg te vegen. En die kinderen denken van, dat is een hele wereld. Wat doen die? Waarom krioelen die door elkaar? En dat is het wonderlijke van een kind, om die verwondering toe te laten en voortdurend naar de wereld te kijken alsof je de dingen voor het eerst ziet. En dat is een hele opgave, maar voor mij ook ontzettend belangrijk, omdat dat ook je ogen en je oren openhoudt voor andere mensen en voor en ook eigenlijk de fun uitmaakt in een leven. Altijd opnieuw, elke dag. Niet dat ik er zo goed in ben, hè, maar ik probeer me er wel in te trainen, toch. Ja.